hebt haar, hè? Ook heel veel aandacht aan besteed vandaag. Geconstrueerd van tapijtvlakjes. Zo geplaatst dat er een vorm is ontstaan die om het lichaam valt. Deze geconstrueerde techniek is typisch voor de ontwerper Paco Rabanne. Die werkte als modeontwerper vanuit zijn vak als architect. Hij maakte de bekende jurkjes van stukjes metaal. De onderrok vorm valt natuurlijk asymmetrisch om het lichaam met enkele simpele benadingen. De sluiting wordt benadrukt door de tapijtvlakjes. Decoratie of ruimte betekenen. En dat heb ik omgevormd tot een ja, wat vond Henrik eigenlijk van dat je dat meenam? Hij had het speciaal voor mij besteld. En ik zei, hé, dat vind ik leuk, dat wil ik hebben. Oh, dat is goed, ik bestel wel een doosje. Maar heeft hij dat dan vaker gehad? Want net als bij deze show die ik aan had, was het best wel een kostbare stof. Heb je dat vaker gehad bij hem? Dat hij iets ging bestellen voor mij. Nou, dat hij het eigenlijk best lastig vond om het mee te geven aan jou. Nee, hij vond het niet helemaal niet lastig. Maar hij werd juist helemaal enthousiast en werd meer en meer en meer. Ja, niet, hij vond het niet lastig. Nee, alleen bij de stof van Hella, deze, en Hella ook weer, zat hij niet zo boem. Maar toen zei Hans, Henry, hij ligt al 5 jaar in het atelier te wachten. Laat dat kind er wat mee doen. Zo is het gegaan. Hans, dank je. Bedankt. Bedankt door jou. Deze jurk aan, hè? Set, want ze staat al klaar. Deze set heet The Grass is Green. Materialen die gebruikt zijn: de meubelstof was grootstaal, uitgewerkt tot topje. Karpetstaaltjes uit de serie Wave en Ellen zijn tot een halsketting gemaakt en een banner uit de presentatie van een meubelcollectie van Vintra als rok. Ja, ze hebben werkelijk alles gebruikt uit de winkel. Die broek die uit zichzelf blijft staan, hè? Als je hem uittrekt. Mooie stukken stof. Ja. Zelf in elkaar zit? Nee,